Hallo, culturele symbolen zijn alom vertegenwoordigd en we gebruiken ze om de haverklap. Het vredesteken, de vuist van het verzet, het kruis uit het christendom yin en yang en ook negatieve als de middelvinger. Hoe overduidelijk sommige symbolen ook zijn, toch kunnen ze voor verwarring zorgen. En dat doet je realiseren dat een symbool net als taal iets aangeleerd is. Je moet ooit een eerste keer leren dat de duim omhoog een positief gebaar is. Enige tijd geleden kwam de jurk van koningin Maxima in opspraak omdat er swastika's, oftewel hakenkruizen, op te zien zouden zijn. En dat is voor ons het symbool van het nazisme. Maar als je in India rondloopt, dan zie je dat dat symbool een religieuze betekenis en herkomst heeft. Maar als kind is de kans dus groot dat je helemaal geen weet hebt van de culturele lading van symbolen. Zo ook de hoofdpersoon uit het boek Marcel van Erwin Mortier. Hij neemt een nazibrief mee naar school zonder dat hij dat weet. De leerlingen uit zijn klas hadden de opdracht gekregen om een vorm van een dier mee te nemen. Hij zag die brief thuis liggen en hij dacht, mooi, een adelaar met iets van een spin eronder. Als hij vervolgens begint te snappen wat voor soort brief hij in handen heeft, dan komt hij achter enkele familie- en dorpsgeheimen. Het boek heet dus Marcel, maar dat is niet de hoofdpersoon. De hoofdpersoon is een jonge jongen die bij zijn oma woont. En Marcel is de in de Tweede Wereldoorlog gestorven broer van zijn oma. Er is iets aan de hand met het verleden van deze Marcel, maar doordat de jonge hoofdpersoon allemaal opmerkingen en symbolen niet even goed begrijpt, heeft hij moeite om dit verleden te doorgronden. Het is een boek dat zich afspeelt in Vlaanderen en dat uit kleine scènes lijkt te bestaan. Je leest over de dagelijkse bezigheden van zijn oma, over het maken van jurken en over het afstoffen van fotolijstjes in een kast. Die kast met fotolijstjes is op een speciale manier geordend, op basis van Dante's La Divina Commedia, namelijk met een hel, vage vuur en paradijs. En zo komt de jonge hoofdpersoon erachter dat volwassenen een schaduwzijde hebben en dat de kast symbool staat voor de scheiding tussen mensen op basis van hun gedrag voor, tijdens en na de oorlog. Een jongen met liefde voor zijn juf die hem leert dat het verleden invloed heeft op hoe mensen naar elkaar kijken en hoe een spinachtig figuur symbool staat voor iets waar volwassenen het liever niet over hebben. De afschaffing van de koloniale slavernij gebeurde grotendeels in de 19e eeuw, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika. Met name Brazilië is een land dat een belangrijke rol speelde in de wereldwijde slavernij. Wat je misschien niet wist is dat bij het afschaffen van de slavernij er werd gezocht naar andere vormen van legale, goedkope werkers. Zo lees je in het boek Vervoering van Shanti Singh dat Indiaanse mensen onder valse voorwendselen naar Suriname werden gehaald. Iets vergelijkbaars gebeurde in Nederland. Een groep boeren uit Zeeuws-Vlaanderen verhuisde bijvoorbeeld naar Brazilië om daar een nederzetting te stichten. Dat deze boeren een valse droom werd voorgehouden en dat ze eigenlijk verkapte slaven waren, dat vormt de basis van het boek De Onervarene van Joke van Leeuwen. Het verhaal begint in Nederland met verteller Odiel, wie moeder in een gesticht zit omdat ze niet in God gelooft. Odiel trouwt met boer Koben. Nadat de aardappeloogst is mislukt, zitten ze in de probleem. Gelukkig is daar de uitkomst die de maatschappij voor overzeese voortplanting hun biedt. Een nederzetting ver weg, in een tropisch land waar een fantastisch leven lijkt te zijn weggelegd voor de Nederlandse boeren. Koben en Odiel geven zich op. Zo ook Odiel's moeder, die uit het gesticht is ontslagen. Dat het allemaal niet zo rooskleurig blijkt te zijn, is voor jou als lezer geen verrassing. Maar wel interessant is wat het met de boeren doet. Er ontstaan op het schip spanningen die bij aankomst in het land alleen nog maar heviger worden. Er ontstaat een tweedeling tussen de mensen die zich proberen aan te passen en de mensen die zich vasthouden aan tradities. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor Koben, de man van Odiel, die zich ontpopt als een ware sekteleider en de mensen dagelijks laat bidden naar de enige. Odiel komt daardoor steeds verder in een spagaat te staan tussen haar halsstarrige man en haar vrijgevochten moeder, met een fatale ontknoping als gevolg. Van Leeuwens verbeelding van deze immigratie is een proeftuin van hoop, angst, opluchting. De eeuwige worsteling van de migrant in snijdende proza. Het is een boek over traditie, over familie, over jezelf overgeven aan het onbekende en er dan achter komen dat je van jezelf een slaaf hebt gemaakt. Met haar boek De Eetclub beleefde Saskia Noord haar grote doorbraak als schrijfster. Van het boek zijn inmiddels honderdduizenden exemplaren verkocht en het werd enkele jaren geleden ook verfilmd. Hallo? Het is een boek over vijf koppels die met elkaar verbonden zijn via de eetclub van de vrouwen. Nou ja, eetclub, je zou het beter de drankclub kunnen noemen. De vrouwen zijn welgestelde en verwende dames van wie de meeste teren op het geld van hun man. Ze brengen de dag door met tennissen, roddelen en drinken. En ja, dan moet je soms ook eten. Maar goed, dat eten en drinken is bijzaak, want het verhaal begint als Karen, de vertelster, 's nachts wordt wakker gemaakt als blijkt dat Evert, de man van eetclubgenoot Babette, zijn huis in brand heeft gestoken. Babette en de kinderen worden gered en Evert lijkt zelfmoord te hebben gepleegd. Maar ja,
Is dat wel zo? Als lezer krijg je informatie uit het verleden. En Karin komt achter zaken waar ze niets van af wist. Zo blijkt de hechte vriendschap van die eetclub maar schone schijn en ontstaan er ruzies. Als dan ook nog een van die vrouwen zelfmoord pleegt, dan is voor Karin duidelijk dat er iets niet in de haak is. Karin. Let er bij het lezen op dat je 10 personages uit elkaar moet houden. En Saskia Noord lost dat slim op door in het begin van het boek een rouwadvertentie te plaatsen met daarin alle koppels. Je zou dit boek een thrillerversie van Gooise Vrouwen kunnen noemen. Het gaat over luxe, over leugens en bedrog, over stellen die vreemd gaan en over mannen die alleen maar macht en geld willen.